Ik lees de Bijbel omdat... 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 And that your best is yet to come. Sama denke ye, nawa sama. Sama na maya, masagadu. Opo yu finga, efi po yu meke. Sami gadu meke. Lees je Bijbel. Mijn naam is Sean Levy. Ik ben man van Vanessa Levy. En samen hebben wij 3 kinderen. Mijn vrouw en ik mogen leiding geven aan de organisatie Crew Suriname, eerder bekend als Agape Beweging. We, als organisatie verkondigen we het evangelie voor studenten, professionals in de maatschappij en ook gewoon zakenlui. En we helpen ook gezinnen aan hun relaties en hun huwelijken. Wat belangrijk is voor ons is dat we de Bijbel begrijpen, ontdekken, begrijpen en gaan toepassen. Ik lees de Bijbel omdat ik eigenlijk in eerste instantie het geleerd ben geworden. Ik ben opgegroeid in de kerk. Mijn vader is voorganger geweest. En ik ben dat gewend geworden. Maar op een gegeven moment koos ik er ook voor om het te lezen elke dag. En ik lees het dus nu elke dag zodat ik echt mijn voeding eruit kan halen. Voor mijn geestelijk leven, maar ook dagelijkse toepassing. Omdat de Bijbel ook een praktische boek is. Het is niet gewoon lezen, want dat deed ik vroeger als gewoonte. Ik las de Bijbel just to read it. Weet je, maar nu lees ik het om het toe te passen in mijn eigen leven. En als ik kijk naar mijn favoriete tekst, dan is het vaak daarmee gekoppeld. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met je ganse hart. En ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Voor mij is dat zo belangrijk, omdat dit leven zinloos is als we onze schepper niet kennen. En als wij dit leven willen leven en een doel willen hebben, dan moeten we God leren kennen. En als we God leren kennen, kunnen we hem werkelijk vertrouwen met ons heel hart. Dus deze tekst geeft zo duidelijk weer dat als we God vertrouwen, hij onze pad recht maakt en hij onze leven bepaalt. Dus vertrouw op de Heer is zo belangrijk. Daarom is dat ook voor mij belangrijk, dat ik hem vertrouw en dat ik hem leer kennen. Maar dat is het ook voor u. U mag dat ook leren kennen. Maar daarom is het goed dat u zelf ook de Bijbel kan lezen. En voor uzelf kan gaan zoeken wat het doel van God is met uw leven.